Intern opleiden. Intern opleiden binnen de buitensportorganisatie. Kun je natuurlijk intern doen. Je kunt het ook uitbesteden. Hè? Dat iemand ergens een cursus doet bij de bond. Of je huurt iemand in die een bepaalde cursus bij je geeft. Denk bijvoorbeeld aan de hoogteparcoursen of iets anders. Alleen als je het intern gaat geven, moet je eerst een aantal zaken op orde hebben. Natuurlijk moet de documentatie, de risicodocumentatie moet op orde zijn. Dat betekent de risico-inventarisatie. Opleidingsliteratuur moet klaar zijn, eigenlijk een van de instructie en ook de levels van instructeurs. Wat heb je ook nodig? Zijn beoordelingsprotocollen. Wat ga je exact beoordelen op verschillende levels? Je hebt level 1, 2 en 3. Het hoogste level is hoofdinstructeur. Daarna heb je instructeur die zelfstandig kan functioneren en dan heb je de assistent-instructeur of stagiaire. Nou, daar moet je goed uitwerken. Als je dat hebt gedaan, ga je een dag organiseren waar je opleiding geeft. En dat kun je aftoetsen praktisch uiteindelijk, maar ook theoretisch. Je kunt bijvoorbeeld in Google Docs kun je een testje maken om te kijken wat ze aan theorie hebben gehad, of ze ook al alles daadwerkelijk beheersen aan het einde van de rit. Uiteindelijk komen die beoordelingen op een totaalsheet te staan waar alle instructeurs op staan. Daarin geef je aan wanneer ze beschikbaar zijn door de week of in het weekend. En welke instructeurs levels ze hebben afgetoetst. Nou, een refreshment training is ook af en toe belangrijk. Dus let erop dat je jaarlijks, als je de instructeursopleiding hebt, dat je ook een refreshment moment hebt. Dat huidige instructeurs ook weer door bijvoorbeeld rescue technieken bijhouden. En dat ook bijhouden bijvoorbeeld in een instructeurslogboek. We hebben een voorbeeld van een instructeurslogboek hebben hier op de site gezet. En ook voorbeelden hoe je een opleidingsweekend of dag kunt organiseren binnen het bedrijf. En waar dat aan moet voldoen. Nou, succes bij het uitwerken hiervan en zorg ook dat het jaarlijks, en meestal is dat bij het begin van het seizoen, mensen dus op een goede manier kunt opleiden en in ieder geval een refreshment kunt geven, zodat je veilig met je instructeur weer het seizoen in kan gaan. Dankjewel voor het bekijken van deze video.